Ja, dat is heel vervelend. Maar ja, als je gaat besturen... Wij waren trouwens de enige partij die in de verkiezingscampagne de belasting omlaag wilde, hè? Dat voorop. Maar het is niet gelukt. Nee, en we hebben dan uiteindelijk 7 zetels van de 45. Dus we hebben het hier niet in ons eentje helemaal het voor het zeggen. En dat betekent dat je compromissen moet sluiten. Ja. Dat doen we natuurlijk niet graag. Gelukkig blijft de stijging beperkt, hè? Want wij zijn de stad met een van de laagste lasten van heel Nederland. Maar het is natuurlijk altijd vervelend als je daarop moet inleveren, ja. Ja, en waarom dan niet toch meer bezuinigen? Je bent notabene nog de wethouder van Financiën geweest, dus je weet waar er op bezuinigd kan worden. Ja, dat ook daar, hè. Wij als VVD eerst naar de eigen organisatie kijken en dan pas eventueel belastingen verhogen. Hebben we gedaan, maar had misschien ook in meerdere mate gekund. Maar dan merk je dat via andere partijen dat minder aantrekkelijk vinden. Nou, dan kom je op zo'n compromis uit.